Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen. Van harte welkom bij deze online talk van cultuurmarketing. Mijn naam is Patricia Lamper. Ik werk bij cultuurmarketing en ik ben de moderator van deze middag. Goed dat jullie daar allemaal zijn. Aan jullie meteen de vraag, als je het nog niet hebt gedaan, om jezelf te muten. Het is aan jezelf de keuze of je je camera aan wil laten staan of dat je die uit wil doen. Wel goed om te weten is dat we deze bijeenkomst opnemen. Voor wie nog niet bekend is met cultuurmarketing, zal ik ons kort even introduceren. Cultuurmarketing is de community van meer dan 1250 leden die werkzaam zijn bij of voor zowel de grootste als de kleinste culturele organisaties in Nederland en België. En onze leden hebben het gedeelde doel om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunst, cultuur en erfgoed. En vanuit dat gedeelde doel kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren. En dat is ook wat we deze middag gaan doen. Bij cultuurmarketing ben ik onder andere verantwoordelijk voor programmaontwikkeling. En deze sessie vanmiddag heb ik ontwikkeld samen met Miles Niemeyer van het Vertaalcollectief. Dat is een tekstbureau voor ondernemend, cultureel en creatief Nederland. Jullie zien hem hier ook even op de slide en misschien ook al in beeld. Ik sprak Miles een paar maanden geleden en hij vertelde mij dat het toch wel jammer is dat er vertalingen naar het Engels toch nog wel eens in de praktijk de plank wordt misgeslagen. Nou, hij heeft daar een aantal tips voor en die wil hij graag delen. En daarom organiseren we samen deze bijeenkomst die ook wordt gesponsord door het Vertaalcollectief. Het komende uur gaat Miles ons meenemen in de wereld van copywriting en vertalen. En dat doet hij aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden van waar gaat het nou wel eens mis, wat moet je zeker niet doen. Maar wat gaat er ook goed en op welke manier kunnen we daarvan leren? Nou, voordat ik het woord ga overdragen aan Miles, ben ik ook benieuwd naar wie er allemaal in de zaal zitten. En ik wil jullie een aantal vragen stellen. Ik wil jullie daarom vragen om je mobiele telefoon erbij te pakken of een nieuw tabblad te openen in je browser. En dan gaan we naar Slido. En via Slido kan ik jullie een aantal vragen stellen en dan kan je via die manier antwoord geven. Nou, je kan deze QR-code scannen met je telefoon of je kan naar slido.com gaan en dan de code 286906 invoeren. Ik geef jullie daar even de tijd voor en ondertussen wissel ik ook van scherm. Gaan we naar Slido toe. Dus slido.com, ik herhaal het nog één keer, 286906. Dan gaan we door naar de eerste vraag. En die vraag is, voor wat soort organisatie werk je? Er zijn een aantal keuzes, er is ook een anders overig, mocht jouw categorie er niet tussen staan. Kan je hier invullen. Eens kijken of er al wat antwoorden zijn gegeven. Jazeker. Heel veel anders overig. Nou, dat wekt natuurlijk de nieuwsgierigheid. Je kan zeker de chat gebruiken om even te laten weten wat dat anders of overig is. Verder zie ik veel musea, theater- en dansgezelschap, onderwijs, poppodia. Toch wel divers gezelschap. Hartstikke leuk. We gaan jullie antwoorden ook proberen te gebruiken als input voor de rest van de bijeenkomst. Daar gaan we zeker op inspelen. Ik zie dat de meeste antwoorden nu zijn gegeven. Kijken. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Nou, we organiseren deze talk omdat een deel van culturele organisaties ook graag een doelgroep wil bereiken die de Nederlandse taal niet machtig is. Nou, aan jullie de vraag wat voor doelgroepen dat zijn. Dus op welke niet-Nederlandstalige doelgroepen richt jij je met jouw organisatie? Ben je bijvoorbeeld op tournee buiten Nederland of België? Heb je een internationaal publiek? Of richt je je op anderstaligen binnen de landsgrenzen? Denk bijvoorbeeld aan toeristen. Expats, bijvoorbeeld statushouders. Gaan eens kijken of er al wat resultaten binnenkomen. Jazeker, ik zie internationale studenten, toeristen, veel expats. Bij een WordCloud werkt het zo dat veel genoemde antwoorden, die worden wat groter. Nog meer expats, weer studenten, internationale makers zie ik ook staan. Super interessant. Antwoorden blijven ook nog binnenkomen. Buitenlandse artiesten, wereldwijd. Vluchtelingen zie ik ook staan. Een aantal ook nog niet, maar hebben misschien wel in het verschiet liggen.
Hartstikke goed. Nou, hou deze vraag even in gedachten, want de volgende vraag gaat hierop door. Wat voor soort teksten schrijf jij voor deze doelgroepen? Dus je kan denken, maak jij aparte nieuwsbrieven voor deze doelgroep, brochures, flyers, of houd je bijvoorbeeld bezig met de vertaling van zaalteksten of boven- en ondertiteling? Social media content, blogs zie ik al. Website TikTok wordt ook gebruikt. Nieuwsbrieven, veel website. Combinatie van zie ik ook voorbij komen, hartstikke goed. Programmaboekje, ondertiteling, brochures, social media weer ook. Dat lijkt wel de hoofdmoot te zijn. Algemene teksten, service informatie, ook een interessante. Uitnodigingen, eventteksten, veelgestelde vragen, FAQ's. En dan zijn we wel geloof ik door de input heen. Hartstikke bedankt. Goeie kick-off van deze bijeenkomst. Ik wil jullie ook zeker vragen om jullie niet stil te houden de rest van de bijeenkomst. Stel je vragen, mag direct tijdens het verhaal van Miles straks ook. Dat kan je doen via de chat van Zoom. Dus we laten nu Slido achter. We gaan weer verder in Zoom. Je ziet hier de chat-button, die kan je vinden. En je kan ook, dat gaan we aan het einde van de bijeenkomst doen, is er de tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Dus dan kan je ook je vraag live stellen en toelichten. Dat kan je doen via de reactions-button. En dan kan je raise hand aangeven, zoals je hier op de slide ziet staan. Dat kan je doen en dan geven wij jou het woord en dan kan je in gesprek met Miles en met mijzelf. Even kijken of er al vragen zijn. Daar kan je ook praktische vragen kwijt. Ik zie even kijken. Nou, nog geen praktische vragen. Eentje die ga ik wel alvast tackelen, die komt altijd terug. De slides die krijg je toegestuurd in de mail na afloop van deze bijeenkomst, als ook de opname. Dus je hoeft niet driftig mee te pennen. Je kan nog een en ander terug gaan zien na afloop. Dan ga ik nu door naar Miles. Ik ga mijn schermdelen stoppen. En dan gaat Miles het voor mij overnemen. Kijken hoe dat lukt. Goed, ik zie Miles bezig. Ja, zijn scherm verschijnt ook. Miles, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Patricia. Ja, heel erg leuk dat ik hier vandaag mag... jullie mag meenemen in mijn wereld, de wereld van Engelse copy, Engelstalige copy. Heel leuk dat jullie allemaal zijn en dat jullie hierin geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Dat jullie hiermee bezig zijn, dat is al een eerste stap. Heel veel opdrachtgevers denken van, nou ja, dat Engels is niet zo belangrijk. We maken er wel wat van en dat is natuurlijk erg jammer en ik wil graag laten zien waarom. Ik zal eerst iets over mezelf vertellen. Je hoort al aan de naam Miles, een Engelse naam. Ik ben door een Engelse moeder tweetalig opgevoed, dus double native. En in Engeland op een boarding school gezeten. En vervolgens in Nederland Engels gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Ik ben een ongelofelijke cultuurliefhebber. Dus ik bevind me volgens mij in een goed gezelschap. Ik ben ooit begonnen met het idee van wat het jammer is het dat er zoveel geweldige dingen worden gemaakt. Maar dat dat aspect van Engels dan soms een beetje een ondergeschoven kindje wordt. En vanuit dat idee heb ik samen met twee anderen in 2011 het vertaalcollectief opgericht. Was echt bedoeld als eerste tekstbureau dat zich exclusief op de Nederlandse cultuursector richtte. En nou ja, we hebben dat op een gegeven moment hebben dat wat breder getrokken. We hebben er creatieve industrie van gemaakt. Kijk, die slides meer kunnen. Seconde. Ik ben heel driftig aan het. Ja, oké. Ik ben in de hoedanigheid dus
In deze hoedanigheid bij het Vertaalcollectief, overigens als niet alleen medeoprichter, maar ook ben altijd heel dicht bij de inhoud gebleven. Dus eindredacteur, zoals dat heet. Dus ik beoordeel alle vertalers Engels. En ik ben ontzettend, dat weten mijn collega's, waarvan sommigen hier ook zijn. Ik ben ongelooflijk streng, soms iets te streng misschien, over de kwaliteit van de vertalers en de vertalingen die ze leveren. Ik zie mijzelf een beetje als een curator daarin, dat ik wil echt gewoon de beste mensen aantrekken, omdat de lat heel erg hoog ligt. Naast mijn werk voor het Vertaalcollectief train ik docenten van de Hogeschool in Holland, ook onder andere op hoe ze Engelse teksten moeten schrijven. En ook sinds vorig jaar zijn wij overgenomen door een grote holding van de vertaalbureaus LinguaTech. Wij misten heel erg de technologie. Ik was altijd bezig met de inhoud en niet zozeer met de snel veranderende wereld waar we het ook eventjes over gaan hebben. Dus ik ben nu veel meer ook bezig met copywriting. Dat heet ook wel content creative tegenwoordig, dus om een andere term te gebruiken. Goed, dit is een stukje wat ik zelf heb geschreven, wat ik heel belangrijk vind om even met jullie te delen. Every day, people write wonderful things that deserve to be read all over the world. But first, they have to be properly translated. You don't want your masterpiece transformed by a computer into a soulless piece of prose, so leave the creative translation to a professional wordsmiths. They'll translate your story, blog, film script, or campaign slogan, and they'll do it with love. Het is, creatief vertalen is een vak apart. En ik ben heel erg benieuwd om van jullie te horen, voordat ik verder ga, waarom jullie denken, ik heb uitgelegd dat ik het belangrijk vond en dat wij het belangrijk vinden en vinden. Maar waarom denken jullie dat goed Engels belangrijk is voor de Nederlandse cultuursector of creatieve industrie die wij ook bedienen? Kijk even, open even de chat. Meer doelgroepen bereiken. Ja. Kwaliteit en geloofwaardigheid. Nog meer suggesties? Professioneel overkomen. Cultuur als verbindende factor. En toegankelijk voor brede doelgroepen, dus ook niet native Engels. Ja. Professioneel overkomen. De juiste toon aanslaan. Heel goed ook. Miste ik nog. Ja, nog meer suggesties? Ja, de boodschap dat hij goed overkomt. Ja. Ja, dat ik denk dat dit covers it. Het is inderdaad heel erg belangrijk dat je, je maakt iets. Het grappige is, ik begon ooit als stagiair bij de Nederlandse opera. Subtiliteit, ja. Je begon ooit als stagiair bij de Nederlandse opera voordat ik het bureau oprichtte. Omdat ik wilde weten hoe zit cultuurmarketing in elkaar. En ik wilde iets weten over het schrijven van teksten in die sector. En het grappige is dat over Nederlandse teksten keken soms 7 verschillende mensen naar. Omdat het zo belangrijk was bij die doelgroep dat het allemaal precies klopte. Dan had je een soort opperbaas die dan, ik weet niet of hij nog steeds werkt, Frits heette die. En die gaf dan zijn zegen over die tekst. Maar het gekke is dat dan het Engels plotseling dan niet meer belangrijk is. Ik zeg niet dat bij DNO zo was, maar bij heel veel organisaties wel. Waarom is dat niet meer belangrijk? Dat vond ik altijd heel gek. Want je wilt natuurlijk nog steeds, ook bij die groep, geloofwaardig afkomen. Je wilt nog steeds uitstralen dat je de kwaliteit uitstralen. Je wilt ook nog steeds de juiste toon aanslaan. Dus je wilt ook, wij hebben wat sommige mensen wel zeggen, een beetje misschien een soms populaire tone of voice op onze eigen uitingen. Maar misschien is het in sommige gevallen ook juist heel erg nodig om heel formele toon aan te slaan. En daar moet je ook keuzes in maken. Maar iemand zei al, Jacqueline zei, subtiliteit speelt daar natuurlijk ook een hele grote rol in. Dus dit zijn hele goede suggesties. Ik kon niet deze workshop mee organiseren zonder de Godfather
van interessante creaties in het Engels, om maar zeggen, eventjes voorbij te laten komen. Laten we even naar hem luisteren, want het is toch wel bijzonder. Het is, again, the same song. Ja, dat, zo kan je het ook, zo kan je het ook brengen. Wat Louis doet is natuurlijk een beetje berucht geworden, beroemd geworden, dat hij zijn eigen figuurlijk taalgebruik creëert in een nieuwe taal. Maar wat wel mooi is, vind ik zelf, is dat hij het in ieder geval probeert en doet. En wat je heel vaak ziet in allerlei verschillende uitingen, is dat dat eigenlijk bij veel Engelse teksten achterwege blijft, omdat mensen niet meer weten hoe je dat idiomatische taalgebruik in het Engels eigenlijk goed moet gebruiken. Ik ga even beginnen met een paar don'ts. En overigens een kleine disclaimer. Dit is allemaal natuurlijk mijn mening en ook van die van mijn collega's, maar taal is iets waar we allemaal over discussiëren. Dus er zullen ongetwijfeld mensen hier zijn die ook wel wat van het Engels weten en hierover met mij in discussie gaan. En dat is prima, dat vind ik ook goed. Wij hebben altijd het idee van als je dat kan verdedigen en dit is wat je voorkeur heeft, is dat prima. Dus het geldt net zozeer voor het Nederlands als voor het Engels natuurlijk. Maar ik wil even een paar voorbeelden geven van, ik had met Patricia afgesproken om niet te nemen en shamen, dus dat ga ik niet doen. Maar dit is een niet nader te noemen heel erg bekend kunstmuseum in het noorden van Nederland. Laat ik voor de rest aan je verbeelding over wie dat dan is. Even kijken waar dat is. Ik moet eventjes iets verder. Ja. Hier, ik ging naar een expositie, dat is dus niet een exposition, maar een exhibition van dit museum. En daar kwam ik al deze creaties tegen in tentoonstelling. En dat vond ik, ja, het was een prachtige tentoonstelling, echt heel mooi. En als Engelstalige bezoeker denk je dan van, maar hoe kun je op deze manier dat communiceren met je Engelstalige bezoekers en internationale bezoekers? Dus, nou ja, je ziet het al heel duidelijk hier. Alette Jacobs became the first women, meervoud, became highly in demand, in plaats van high in demand, exhibited at exhibitions, dus dat is herhaling, fruit sales, women, Israël's Mesdag en Ereland both moved from an attractive landscape, wat een verkeerde collocation is. En ik ga straks uitleggen wat daar dan fout aan is. Maar eerst eventjes terug naar de do's, of de dingen die je niet moet doen, wat mij betreft. En wat ons betreft. Om te beginnen, letterlijk vertalen. Dus dat je, ja, dit is van een van onze blogs. Wij schrijven natuurlijk ook heel veel nieuwsartikelen over, of blogartikelen over dit soort onderwerpen. Als je op de higher levels, dus ik train docenten op C1 en C2 Engels. Dat is de hoogste niveau volgens het ERK-systeem. Op dat niveau, want iedereen hier kan natuurlijk een aardig woordje Engels spreken, maar op dat niveau moet je dus ook dat figuurlijke taalgebruik introduceren, waar we het net over hadden met Louis van Gaal, die dan zelf iets probeert. Dat is op het figuurlijk taalgebruik, kennis geeft aan dat je kennis hebt van de cultuur van een taal. Dat geeft aan dat je echt begrip hebt, dat je echt richting een native gaat, dat je begrip hebt van de taal. Als je dus, en dit soort vertalingen, dit soort schrijfsels komen wij dus echt tegen. Als je Nederlandse uitdrukking of gezegdes zou gaan vertalen letterlijk, dan zou je dus kunnen krijgen, zo gek als een deur wordt, crazy as a dog. Ik ben dan wel benieuwd wat jullie zouden zeggen als suggestie in plaats van dit letterlijk te vertalen. Hoe zou je nou zo gek als een deur in het Engels het beste kunnen formuleren?
denken jullie? De chat kan terugvinden. Het is misschien al lastig hoor. Ja. Yeah. Crazy like a fool. Ja. Yeah. A mad hatter. Ja. Yeah. Maar dan heb je het eigenlijk over iemand die gek is. Dus crazy like a fool is een simile. Dus je vergelijkt eigenlijk het een met het ander. Dus bijvoorbeeld, he eats like a pig. Op zich goede suggesties. Je zou dat op die manier kunnen oplossen. Want soms is dat ook heel erg contextgebonden. Want ik vraag jullie nu gewoon iets totaal uit de context. En dan moet je met een oplossing komen. Maar dat hangt natuurlijk daar ook vanaf. Daar kom ik straks op terug. Ik zou misschien ook zeggen, nutty as a fruitcake is ook een andere oplossing. Completely bonkers, ja. Iets zwaarder, maar ja, heel leuk. De aap uit de mouw. The monkey comes out of the sleeve. Wat zou je daarvan maken in het Engels? Suggesties. The truth reveals itself, ja. Heel mooi. Misschien wel wat letterlijker. Kan je ook, want je ziet dat heel veel figuurlijk taalgebruik involves animals. misschien kan je denken, there you have it. Ja, leuk. Misschien kan je ook eentje bedenken waar een dier in terugkomt. Becomes clear, ja. Yeah. Hmm. Ja, het grappige is dat als je een Engels persoon zou vragen, natuurlijk hebben wij ook niet allemaal in het Nederlands, zeg maar, gezegd, dus uitdrukkingen paraat. En als ik aan mijn cursisten vraag, zegt ze ook altijd stevast, als ik geef eens één voorbeeld, zegt ze altijd, it's raining cats and dogs, want dat is jaren 60, 70 Engels wat ze hebben geleerd. Maar wat zou je dan bijvoorbeeld denken van, the cat is out of the bag. Dus in plaats van die hond, is het een... Is een cat. Ja, ik probeer meestal weg te blijven bij uitdrukkingen. Ja, dat klopt. Dat doen heel veel mensen. Maar dat is, kijk, je hebt natuurlijk uitdrukkingen en je hebt figuurlijk taalgebruik. En helemaal wegblijven van figuurlijk taalgebruik in je uitingen, in al je communicatieuitingen, is natuurlijk wel heel erg jammer. Want je moet maar eens opletten, dat heb ik ook wel eens aan cursisten gevraagd, probeer eens op te letten hoe vaak je op een dag figuurlijk taalgebruik in het Nederlands gebruikt. Dat is echt vaak. Vaker dan je er misschien nu bewust van bent. Dus als je dat helemaal gaat weglaten, ja, dat zou natuurlijk erg jammer zijn. Omdat je dan, ja, het komt dan wat kunstmatiger over je taalgebruik. Maar uitdrukking is één ding. Je zou natuurlijk ook iets korter, bijvoorbeeld wat heel veel mensen zeggen. Oké, maar ik hoorde het gisteren nog iemand zeggen toen hij hij moest om geld vragen. Daar kwam het eigenlijk op neer, om een subsidie. Dus ik hoorde hem zeggen, ja, Jaco, om met de deur in huis te vallen, zeg je dan to fall with the door into the house? Of wat zou je dan zeggen in het Engels? Wat zouden jullie zeggen? To start off? Ja, to start with. Ja, maar dan zeg je eigenlijk alleen, dat daar zitten ook die nuanceverschillen in. En dan zeg je alleen, ik begin eventjes hiermee. Maar wat je met de deur in huis te vallen zegt, is dan bereid je iemand mentaal voor op dat je iets moeilijks moet gaan zeggen, toch? Ja, get straight to the point is dan een veel betere suggestie. Ja, en dat die nuances zijn, let's cut to the chase. Ja, dat is misschien wat passief-agressiever om dat te zeggen. First of all, sudden, ja, dat is dan weer letterlijker. Maar zie je hoe dat kan doorwerken in mentaal ook bij mensen. Een andere is bijvoorbeeld helaas pindakaas. Dat is dan informele, want dit zijn wat meer formele. Maar als je bijvoorbeeld informeel taalgebruik zou gebruiken, wat zouden jullie zeggen? Too bad, ja, precies. Ja. Of tough luck. Too bad of tough luck. It's a shame. Ja, precies. Ja, heel goed. Maar dat zijn ook dat soort simpele phrases, dat vergeten mensen ook, dat ontzettend belangrijk is. Ik kan met hele leuke dingen daar komen natuurlijk. En ja, alsof er een engeltje over je tong piest, like an angel peeing on your tongue, is natuurlijk helemaal gekunsteld.
Maar het grappige is dat de talen zijn natuurlijk wel verwant. Engels, Nederlands, Duits en Fries zijn allemaal Germaanse talen. Dus er is wel iets in het Engels wat hier dichtbij komt. En dat is dan gewoon, it tastes divine. Niet per se een angel die over je tong piest. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Maar het komt aardig in de buurt. Oké, even verder. Wat is dus het eerste wat je moet doen, is dus niet figuurlijk taalgebruik letterlijk vertalen. Dat is eigenlijk een boodschap. Het tweede wat je niet moet doen, is alleen maar online vertaalmachines gebruiken. Dit is een voorbeeld wat wij ooit op Instagram en andere socials hebben gezet, waar we heel veel reacties op kregen. Ik geloof dat we erbij schreven, oh oh Google. Er klopt niets van deze vertaling, wordt dan there is nothing wrong with this translation. Dat is overigens, dit is wel achterhaald, want Google is natuurlijk ontzettend in ontwikkeling. Sindsdien is dit wel beter. Maar het is nu, there is nothing about this translation. Dus we zijn er nog niet helemaal. Wat ik kwijt kan over vertaalmachines. Ik zei eerder al dat wij overgenomen zijn door LinguaTech, die heel erg bezig zijn met technologie. Is dat er natuurlijk wel een razendsnelle ontwikkeling gaande is. En er zijn echt ontzettend goede vertaaltools die heel erg kunnen helpen. Met korte stukjes tekst kun je natuurlijk tegenwoordig best wel vaak kun je met vertaalmachines dat oplossen. Maar moet je nog steeds wel redelijk goede kennis hebben van de taal om dat veilig te doen. Wat er ook steeds meer gebeurt is dat heet post-editing. Dus dat je eigenlijk tekst die door de vertaalmachine is gehaald na gaat kijken. Maar nog steeds zijn we nog niet op het punt, en zeker niet in de cultuursector, dat je veilig je toneeltekst gewoon daarin kan stoppen of je marketingtekst. Dat zou iedereen's werk wel een stuk makkelijker maken, maar helaas, zover zijn we nog niet. Maar goed, die oplossingen bieden wij dus wel. Dit vind ik een heel typisch voorbeeld van teksten die sommige partijen denken, oh ja, ik wil het gewoon goedkoper doen, dan laat ik het gewoon door hun editen. Dus dan sturen ze zoiets op. Je ziet dan gelijk aan deze zin, het is een heel typisch voorbeeld, dat iemand het in een vertaalsoftware heeft gestopt. But for the rest. En for the rest is gewoon Vertaliaans. Wat is Vertaliaans? Vertaliaans is een taal die tussen de brontaal en de doeltaal is. Een heel eigen taal. Ik heb dat zelf niet bedacht overigens. Dat is de beste vertalers van Nederland. Binnenvoet en Henkes hebben die term bedacht. En ja, je krijgt dan dit soort constructies. For the rest. For the rest. Ja. Wat zou beter zijn natuurlijk, is gewoon otherwise. En dat zijn hele simpele dingen. Dus als Nederlander, als niet-native, kun je dan denken, kijk, het is functioneel. Sommige mensen schreven eerder in de reacties van, ik wil gewoon doelgroepen kunnen bereiken die de taal niet machtig zijn. Nou, dan heb je hier genoeg aan, weet je wel. Het hoeft dan niet, it doesn't impede communication, zou je in het Engels zeggen. Het maakt geen... je boodschap komt nog steeds over, maar het is gewoon geen goed Engels. Dus dat is het. Dat is dan jammer. Een ander aspect van wat wij belangrijk vinden van het schrijven van Engels kopie is dat je wat je niet moet doen, dat is een double negative natuurlijk. Je moet content ervoor zorgen dat je dat lokaliseert. Wat houdt lokaliseren nou precies in? Het gaat dus over dat je de lokale cultuur kent. En dat je dat je weet dat als je het hebt over de vrij Mibo, dat je niet daar een of andere gekke Engelse vertaling voor gaat bedenken. Tenzij je dat op een speelse manier doet en dat het heel duidelijk is dat je daarnaar verwijst. Maar het zal je verbazen hoe vaak wij teksten hebben gekregen waarin dat een vrij Mibo bijvoorbeeld achterloos wordt genoemd. Die niet bedoeld is voor de Nederlandse markt. En dat is natuurlijk wat je wilt voorkomen. Dus je moet altijd bewust zijn, dat is een given, een open deur van je doelgroep en wat voor taalgebruik daarvoor geschikt is. En dat betekent dat je dus moet verdiepen in de cultuur achter de taal. In het
Engels geldt dat ook. Wat ontzettend belangrijk ook is, is context. Hier zie je een plaatje waarin ik hoop duidelijk wordt waarom dat een rol speelt. Ik denk dat het een van onze van de vertalers en correctoren, zoals ik, een van de grootste frustraties is dat iemand zegt: hey Miles, wat betekent, noem maar wat. Hoe zou je dit, how much, op deze manier zeggen? En dan moet en verder geen informatie geven. Nou ja, wat heel belangrijk is te weten als je tekst in het Engels schrijft, is dat jij bent de expert op waarover jij wilt schrijven. Jij bent de schrijver. En als je hulp wilt bij het Engelse, moet dat dus een conversation zijn. Dus waar ik zelf wat ik zelf het prettigst vind, samenwerken met opdrachtgevers, waarbij er een conversation is. Dus bijvoorbeeld de Booker Prize werd gewonnen vorig jaar, door onder andere door een vertaler die ontzettend goed is. Michelle, ik ben haar achternaam even kwijt. Maar die hebben samen met de schrijver, zijn ze de hele tijd heen en weer in het gesprek gegaan. Dat is eigenlijk wat je wilt. Je wilt continu context gevoed krijgen, context aangereikt krijgen. Een ander heel, lijkt me ook een open deur, maar een ander heel belangrijk aspect van het schrijven van Engelse copy is natuurlijk dat je niet de redactiefase overslaat. En er staat hier deadline ahead. En dat komt omdat tekst is, ik zei het eerder al, het is een beetje een vertaling en een Engelse copy is een beetje een ondergeschoven kindje. Want je bent druk met hele andere dingen meestal. En komt de tekst als laatst. Dus nog nadat de opmaak is gebeurd, et cetera, et cetera. Maar dat is heel jammer. Eigenlijk voor elke vertaler zal zeggen dat je het beste een tekst nog eventjes laat rusten. Van, al is het een uur of twee uur, daarna pas weer nog een laatste blik op werkt. Frisse blik. En dan het werk afmaakt. Oké, wat is een opsomming van typische Hollandse vuiltjes die ik... Ik kijk nog even, ik zie dat er in de chat pre-editing is er ook in. Nou, dat klopt. En Grammarly kan ook helpen. Ja, er zijn allerlei geweldige tools. Dat klopt. Oké, wat zijn dan voorbeelden van typische Hollandse vuiltjes die ik in de loop der jaren tegen ben gekomen? Zowel in teksten die geschreven, Engelse teksten die geschreven zijn door Nederlanders. Of van de docenten die ik train. Een van de meest voorkomende zijn werkwoordtijden. Ik doe nooit workshops in het Nederlands, dus een beetje wennen. Ik noem ze gewoon de tenses, normaal gesproken. Maar dan weten jullie waar ik het over heb, dus verb tenses. Bijvoorbeeld, als jij jezelf introduceert, en dit gaat dan over spreken, maar het kan ook net zo goed schrijven zijn. Als jij bijvoorbeeld zegt, I am living in Alkmaar. En dat is een heel erg veel voorkomende fout die een Nederlander maakt. Maar wat, en misschien hoor je dat niet direct, maar wat het natuurlijk zou moeten zijn, is dat als je de invoering die een meneer gebruikt, is dat je het hebt over iets dat je op dit moment doet. Dus als je bijvoorbeeld zegt, I am playing tennis right now. Dan zou, als het iets is wat in de toekomst ook vaker gebeurt, regelmatig terugkomt, dan is het de present simple. Dit hebben heel veel mensen hebben dit op de middelbare school gedaan. Present simple, present continuous. Maar de grap is, als je in Engeland op school zit, dan krijg je dit helemaal niet. Want dat is gewoon, iedereen weet dat. Automatisch. Dat is iets wat je natuurlijk, wat het op een organische manier gebeurt. Dus deze fouten komen heel vaak voor. En dat geeft verder niets, want je bent nou helemaal niet Engels. Maar het is wel goed om van je beperking bewust te zijn, om dan vervolgens dat goed te checken en in de gaten te houden. Een ander belangrijke is collocations. Dat is niet echt een goede vertaling voor in het Nederlands, vind ik. Maar wie ben ik? En dat is collocaties of zoiets, maar dat vind ik dan ook weer niet helemaal de lading dekken. Maar collocation, een heel beroemd voorbeeld, is hoe zouden jullie het vinden klinken als ik zou zeggen, I'm going to get some quick food at McDonald's later today. Dan denk je, quick food? Wat? Dat moet natuurlijk zijn fast food. Als ik zou zeggen,
I'm going to take a fast shower today. Is dat precies hetzelfde. En dit heb je in het Nederlands ook. Dus je hebt nou eenmaal combinaties van woorden die wel en niet goed werken. En eerder in het voorbeeld van dat niet nader te noemen kunstmuseum, zagen we bijvoorbeeld attractive landscape. En dat klinkt ook niet natuurlijk voor een Engelstalig of een Engelse native persoon. Dit soort combinaties van woorden, collocations, zijn heel moeilijk te leren. Of tenminste, het is niet moeilijk te leren. Je kan ze leren, maar het is een van de dingen die je moet leren als je je Engels echt tot op het hoogste niveau wil verbeteren om in die taal te kunnen schrijven en te communiceren. Even kijken, ik heb een vraag in de chat al. Samenstellingen. Ja, volgens mij is dat niet precies hetzelfde, maar ik zei al, er zijn mensen die het beter weten, dus dat zal vast kloppen. Oké, dan idiomatisch taalgebruik heb ik al aangegeven waarom dat belangrijk is. Het is natuurlijk ook, het zijn niet alleen, iemand zei, schreef eerder, ik wil probeer weg te blijven van uitdrukkingen en gezegdes. Dat begrijp ik ook wel. Dat je niet altijd een lange uitdrukking of gezegde. Maar die short phrases, die zijn heel belangrijk. En bijvoorbeeld ook phrasal verbs. Ik weet even niet wat het in het Nederlands is. Mag het gerust in de chat zetten. Het maakt ook niet zoveel uit. Maar bijvoorbeeld als je zegt, I'm going to back you up. Weet je wel? Dus je bent niet letterlijk je rug naar iemand aan het toedrukken. Wat je daarmee zegt in figuurlijke zin is dat je die persoon steunt. Dit soort korte, short phrases gebruik je als Engelstalige persoon continu. En wat opvalt als je als Nederlanders teksten produceren in het Engels of gaan spreken, dat ze daar dan ook weer van weg blijven. Waardoor je dus een beetje geforceerd Engels wordt. En dat is heel jammer. Dus dit zijn de dingen waar je dan op kan gaan letten. Soms zijn het ook zinsconstructies. Bijvoorbeeld Nederlands begin je vaker een zin met ook hebben wij besloten, et cetera. En dan krijg je in het Engels also we have decided. Sorry voor het accent, moet ik niet doen eigenlijk. Also we have decided, et cetera, et cetera. Wat ook weer een beetje vertaliaans wordt. Een andere bekende is natuurlijk de false friends. Daar hebben jullie misschien ook wel van gehoord. Maar voorbeelden van false friends zijn... misschien hebben jullie een voorbeeld van een false friend. Wie kan er een voorbeeld nemen? False friends zijn dus eigenlijk woorden waarvan je denkt dat ze Engels zijn en ze dus ook op die manier gaat gebruiken, maar dan is dat dus niet zo. Zijn er suggesties? Nee? Ik zal ze dan zelf geven. Bijvoorbeeld een beamer. Daarvan zou je denken, it's a beamer that you are hanging up. Maar wat gebruikelijker is een projector. Wat ik ook bijvoorbeeld heel vaak hoor en ook zie in teksten en dan verbeter is at our restaurant we only serve biological food. Biological bestaat wel, maar dat betekent dat heb je het eerder in de context over een laboratorium of biological warfare. Dat wil je een beetje van weg blijven als je het hebt over biologisch eten. Dan gaat het natuurlijk over organic. Hetzelfde is zo'n woord als camping. We gaan naar de camping dit jaar. En dan zeggen mensen, we're going to the camping. Maar dat is in het Engels dus een verb. Dus we are going camping. Ik weet ook niet wat de oorsprong daarvan is dat het in het Nederlands dan zo een kampeerplaats werd. Maar het moet natuurlijk zijn een campsite. En je hebt trouwens ook nog wel een leuk voorbeeld van een false friend in het Duits. Dat is handy. Zij gebruiken handy, omdat ze blijkbaar iemand ooit dacht dat een mobiele telefoon in het Engels dat wel zo zou klinken. Maar dat is niet zo. Something that is handy is niet een mobiele telefoon, maar handig. Wat ook belangrijk is, is het onderscheid tussen UK en US. Het is prima om het een of het ander te gebruiken, ook al is natuurlijk de Britse taal superieur, laten we wel wezen. Nee, een grapje. Het is prima om het een of de ander te gebruiken, maar wees consequent daarin. Dus ga niet in één tekst schrijven.
if you walk on the sidewalk, don't forget to use your torch. Dat is een beetje een vreemde zin, maar dat zijn dus zeg maar, sidewalk is pavement in UK en dan in het VS is dat sidewalk, stoep. En dan torch is zaklantaarn in het UK en dan in de VS is dat flashlight. Wordt ook gelijk, ik ga een beetje overdreven Amerikaans praten, merk ik. Flashlight. Oké, okay, waar heel veel mensen mij in de loop der jaren over hebben gevraagd wat zij belangrijk vinden, is standaard mails. Gewoon mailen, mailverkeer in het Engels. Van hoe doe je dat nou? Zonder dat het dus iemand, toen we het hadden over waarom is het belangrijk voor ons in de cultuursector, is zakelijke communicatie, dat je professioneel wilt overkomen. Dus hoe zeg je nou bijvoorbeeld beste relatie? Nou, deze presentatie wordt later nog nagestuurd en dit is een link naar een website van een geweldig iemand, Hedwin heet ze, een collega-vertaler, een Engelse, of Welsh is ze geloof ik, die precies dit soort lastige te vertalen begrippen behandeld. En dit was mijn, heb ik dan weer een idee en dan stuur ik dat naar haar. En dit was een van mijn suggesties. Dus heel leuk om na te lezen, om je ook te laten nadenken over wat zijn nou goede oplossingen hiervoor. De site heet hoe zeg je in het Engels.nl. Echt een aanrader. Beste relatie, wat we dan heel vaak hebben gezien is dear relation. Maar zonder er verder bij na te denken. Maar dan ben je dus eigenlijk je relaties gelijk tot familieleden aan het bombarderen. Wat, misschien voel je dat zo, maar dat is natuurlijk niet altijd de bedoeling. Er zijn allerlei suggesties voor om dit op te lossen. Want beste relatie is iets heel moois, typisch Nederlands. Om te zeggen, ik zou zeggen, lees dat maar na nog in je eigen tijd. Dan transcreation. Dat is een term die ik me ook wel even kort wil toelichten. Ik ben benieuwd of jullie ideeën hebben van wat transcreation eigenlijk is. Want dan hoor ik het graag. Voordat ik... Nee, als er geen suggesties zijn, maar toch wel een paar vrij vertalen. Combineer van woorden die niet passen. Ja. Het is inderdaad eigenlijk herschrijf. Precies, dat is denk ik de beste beschrijving van Suzanne. Herschrijf van de tekst voor de andere doelgroep. Er is een verschil. Vrij vertalen komt ook in de buurt. Behalve dat vrij vertalen heeft ook wel een negatieve connotatie. In de zin van je wijkt te veel af van de tekst. En je doet gewoon waar je zelf zin in hebt. Dat is af en toe. Wij hebben natuurlijk ook wel eens de feedback gehad van, oh ja, dit is te vrij vertaald, mag het iets dichter bij mijn bedoeling blijven? En dat is die discussie waar je in moet blijven. Maar eigenlijk gaat het inderdaad om het herschrijven van de tekst in de zin van, het moet passen. Je moet de tone of voice proberen te capturen, proberen te vangen in die andere taal voor dezelfde doelgroep en dezelfde tekst. En dat betekent eigenlijk dat je niet één op één, dat je de tekst gaat vertalen, maar dat je dan gaat nadenken van hoe kan ik hetzelfde effect bereiken. Dus er is een heel beroemd transcreation voorbeeld waarin komt op leven met de Pepsi generatie, die we ook op onze website noemen, in het Chinees. Werd vertaald en dat werd, dit is een hele grote campagne in China, dat werd toen Pepsi, breng je voorouders terug uit het graf. Alles klopte, behalve dat het totaal niet klopte aan de vertaling. En dat is, je moet eigenlijk dus als creatief vertaler, als transcreator, want dat zo is die term inmiddels, raakt steeds meer ingeburgerd, moet je dus gaan nadenken, oké, het kan niet zo vertaald worden, dus hoe ga ik dit oplossen? En dit leidt heel vaak tot discussies ook wel met de opdrachtgever, maar dat is oké. Eigenlijk wil je één feedbackronde hebben die je bespreekt en dan samen die oplossing zien te vinden. Het liefst ook met een paar suggesties van hoe zou je dit nou op de beste manier kunnen vertalen. Bijvoorbeeld ook bubbly naar het Nederlands vertalen, dat is dus ook weer heel erg lastig. Er zijn talloze voorbeelden te bedenken. Waarin transcreation belangrijk wordt.
Transcreation is dus als het, ja, het is een creatief proces. Je kan het niet woord voor woord vertalen. En je moet naar eigen inzicht copywriting opnemen. Daar komt het eigenlijk op neer. Wij hebben, ik geef wat voorbeelden uit de praktijk. Wij hebben heel lang voor het Parool, voor de vorige hoofdredacteur, die vond het belangrijk om expats meer te bereiken. De huidige vindt dat niet. En hebben dus heel veel artikelen vertaald van het Parool voor Engelstaligen. En nou ja, daar kom je continu, dat is ook echt hogeschool vertalen, kan ik je vertellen. Omdat de Parool heeft een heel specifieke eigen tone of voice. Waarin ze luchtig willen zijn, toegankelijk speels, maar ook wel slim. Zit een beetje B2 en gaat wel eens naar C1 toe. Dus dat is een heel, je moet heel erg schrijven. Daar komt het op neer. En wij hebben tijdens het begin van de coronacrisis hebben ons gebogen over de vraag. Het ging heel erg over die terrassen. Jullie weten nog wel, iedereen is het volgens mij heeft het verdrongen nu. Maar jullie weten nog wel dat er terrassen 1,5 meter afstand ingericht moest worden. Dat hele artikel ging erover. Heeft iemand hier een idee hoe je terras vertaalt? En als je dat hele artikel daarover gaat, op alle mogelijke manieren. Van terrasjes tot terras. Van even een terrasje pakken. Hoe los je dat op? Hebben jullie enig idee? Oh. Nee, dat is lastig inderdaad. Nou goed. Er komen een paar suggesties. Outdoor seating, to go for a drink. Ja, precies. Dus je moet continu moet je naar die zin kijken. Dus daar komt die context weer om de hoek. Want iemand zegt tegen je, hey Miles, hoe vertaal je nou terras in het Engels? Zo werkt het dus niet. Je moet elke keer naar een zin kijken en denken, hoe kan ik de tekst zo schrijven dat ik hetzelfde effect wil bereiken, zonder dat ik dat hele, overigens hartstikke leuke Nederlandse cultuur van terrasje en terrasje pakken. Want terrace is natuurlijk heel geforceerd en dekt niet dezelfde lading. En eating outdoors zou dan wel weer kunnen werken. Of going for a drink. Dus dat zijn outdoor seating, zijn hele goede suggesties. Maar je moet het voorkomen dat het obvious wordt dat je het hier over iets hebt wat je niet kan vertalen. Dus je moet soms gaan snijden, soms gaan weglaten, soms het erin zetten. En dat, ja, dat is natuurlijk het leukst, het is puzzelen, maar het is ook het lastigst. Wij hebben ook transcreation gedaan voor het Artis Planetarium. En dat zijn we overigens nu ook aan het doen naar het Nederlands. Eigenlijk as we speak. En hier zie je dus met transcreation dat ze hebben dus, zij willen ook heel graag Engels sprekende bereiken. Expats, maar ook toeristen natuurlijk. En ze hadden een programma, Space Trip. Hoe ga je dan dit soort zinnetjes vertalen? Dus soms moet je als je transcreation doet of copy schrijft, moet je tekst toevoegen. Hier staat bijvoorbeeld riemen vast, remmen los. Ga je dan gewoon fasten your seatbelt zeggen? It breaks off, weet je wel, his space trip. Maar dan krijg je weer, op een gegeven moment als je dat te vaak doet, dan kan je 1 keer mee wegkomen. Maar als je dat te vaak doet, dan kan het wel weer, dan kan je er wel misschien weer een aflezen dat het een Nederlandse tekst is. Je moet steeds weer bedenken, hoe zou ik dit gewoon schrijven als ik Engels was? Dat is eigenlijk de vraag in je achterhoofd. Dus dan zou het logischer zijn om iets toe te voegen, bijvoorbeeld buckle up. Het staat er niet bij, buckle up, fasten your seatbelt, maar het maakt het wel wat rijker, vind ik, overigens. Dat vond de opdrachtgever ook, gelukkig. Want ze hebben dat gebruikt. Hier, Miles, ik ga je even onderbreken. Ja. Want we hebben nog 10 minuten. Ja. En ik denk dat we ook nog wat vragen willen doen. Ja, dus zeker. Vragen of je jouw stukje wil gaan afronden. Ja, nee, dat is goed. Ik geef dan nog 2 voorbeelden voordat ik eindig. Maar ho, wat is dat? Zou dan ho... kan je natuurlijk ook dat letterlijk gaan doen, maar dat zou ook een probleem zijn. Dan krijg je weer dat voorbeeld van korte uitdrukking, hoe belangrijk dat is. Dus hang on zou dat natuurlijk kunnen worden.
En soms moet je humor introduceren. Dat is waarom localisatie zo belangrijk is. Dus ja, als je dat letterlijk gaat doen, hier wordt dat heel lastig. Dus moet je met een eigen idee komen. Dus wij hebben dan hier hebben we toegevoegd, it's a chilly 100 degrees below zero. Weet je wel, dus dat woord chilly, om het een beetje speels en luchtig te maken. Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe je de tekst zo kan opstellen dat je, ja, dat je zelf opnieuw echt content aan het schrijven bent. En ja, het hangt af van de wisselwerking tussen jou en de opdrachtgever, vanuit mijn positie dan, in hoeverre je daar de vrijheid in krijgt. Dat is eigenlijk, ja, in een nutshell, in een notendop. ja, dat zijn een aantal belangrijke voorbeelden uit de praktijk. Er zijn er meer, die kun je ook nalezen nog in de presentatie. Maar ja, als jullie op dit moment vragen hebben, dan ja, beantwoord ik die graag voor zover dat kan natuurlijk. Sorry. Oh. Heb ik het scherm even overgenomen om nog eventjes aandacht te brengen naar dat je ook live je vraag mag stellen. Dat kan dus via de reactions knop en dan raise hand. Oh ja. En we hebben ook al één vraag in de chat van Monique. Miles, is er ergens een goed overzicht met uitdrukkingen? Ja, nou meerdere overzichten. Ik had het al over hoe zeg je het Engels.nl. Daar staan echt een heleboel niet alleen gewoon één op één wat de uitdrukking is, maar eigenlijk wat we vandaag aan het doen zijn. Dat je gaat nadenken van, oh ja, je kan dit doen, maar daar gaat misschien nuance verloren. Dus ik zou die site zeker aanraden, maar daarnaast zijn er ook een heleboel andere goede sites. Die kan ik later het beste denk ik even op een rijtje zetten en Patricia laten doorsturen. Zullen we dat afspreken? Ja, super. En dan Iris. Ja, ik was nog benieuwd of je iets kan zeggen over grammaticale fouten, zeg maar hoe we een zin opbouwen. Want ik denk dat ik daar bijvoorbeeld heel vaak fouten in maak. Dat je de volgorde in de zin, zeg maar, anders doet dan het in het Engels zou moeten. Ja. Heb je daar een voorbeeld van de meest gemaakte? Ja, en er zijn er ontzettend veel. Ik heb er even kort heb ik het over de... noem je dat ook weer in Engels, de werkwoordstijd vormen. Even bij de tenses heb ik een voorbeeld van gegeven. Kijk, het lastige is met grammatica, en dat in die trainingen geef ik dat altijd heel duidelijk aan, is dat grammatica kost eigenlijk best wel lang om dat helemaal meester te maken. Het beste wat je vaak kan doen, dat is gewoon even, dit is een quick fix, is... Als je wilt weten, komt deze zinsconstructie vaker voor? Is gewoon in inverted commas. Ik weet, sommige mensen denken, ja, tuurlijk, dat weet ik toch wel. Maar er zijn echt verrassend veel mensen die het niet weten. Is in inverted commas in Google jouw zin typen. En dan gaan googlen. Want dan zie je hoeveel hits het heeft. Dan zie je ook wat voor soort bronnen die zin die jij je bedenkt. Hoeveel bijvoorbeeld als het de New York Times is, dan kun je er wel redelijk veilig van uitgaan dat het klopt. Maar ook jouw soort teksten, als jij een cultuurtekst schrijft, dan zie je dat misschien ook weer terug op Londense cultuurinstellingen, daar de sites daarvan. Dat is eigenlijk, want voordat we de hele, je moet bij mijn cursus grammatica komen volgen. Hoe kan ik dat voortaan beter doen? Dit is wat de snelste tip. Hoe heet het? De kortste route daar naartoe. Ja, natuurlijk. Dankjewel. Ja. Er is ook nog eerder een vraag in de chat van Jacqueline. We weten natuurlijk online vertaalmachines liever niet. Maar stel, je bent toch genoodzaakt. Ja. Heb jij dan een voorkeur voor welke je dan nog het beste vindt? Ja, van alles wat ja zeker. Goeie vraag ook wel hoor. Ik vind DeepL op dit moment de beste tool voor de korte zinnetjes. Ja, dat is best ook prima na te editen. Overigens kun je bij ons, bij het vertaalcollectief, ook post-editing gebruik maken.
Maar als het echt, ja, ik zou zeggen DEEPL. Ja. Dus dat is DEEPL. En dan het liefst niet de gratis versie, of de versie downloaden. Ja, precies, dat is hem. Ja. Hartstikke goed. Je hebt ook eerder aangegeven dat lokaliseren, dat is belangrijk. Verdiep je in de taal en de cultuur vooral, de actualiteit misschien ook wel. Heb je, naast, er zijn een paar sites genoemd, nog tips hoe je je als Nederlander kan verdiepen in een cultuur waar je zelf niet in bent opgegroeid? Ja, lezen. Kijk, sommige mensen zijn geen lezers, dus dit is altijd lastig. Ja, het is een beetje een cliché, maar heel veel films en series, dus veel cursisten van mij vragen, mag ik Netflix kijken? Ja, zeker. Maar probeer het eens zonder ondertiteling. Podcast van de BBC, absoluut. Weet je wel, immerse yourself in the English language, zeg ik altijd. Ontdompel je daarin onder. Zorg ervoor dat je dat dan ook niet meer doet met die hulpmiddelen. Dus mijn eigen vriendin, Nederlandse, die overigens mij gebruikt als een wandelend woordenboek, maar die leest nu heel veel in het Engels, ook omdat ze het voor haar werk nodig heeft om goed Engels te kunnen. En ze is echt, kan ik bevestigen, en ik ben wel een beetje biased, maar ze is echt met sprongen vooruit gegaan in de afgelopen jaren. Het scheelt echt veel, die kennis van taal en cultuur door films, boeken, podcasts, zeker wat jouw voorkeur ook is. En als je niet van lezen van boeken houdt, ook bijvoorbeeld nieuws, artikelen, noem maar op. Jacqueline? Oh ja, teksten via websites, social media te lezen. Zeker, hoe zij dingen beschrijven. Absoluut. Ik geloof in beter goed gejat dan slecht verzonnen. Dat is, misschien denk je er anders over, maar daar geloof ik in. En ik kijk ook heel erg veel naar de beste copybureaus in Londen. Ik kan daar ook later nog een lijst van doorsturen, maar kijk vooral naar je eigen instellingen en wat voor soort dingen zij doen. En dan zie je soms echt geweldige, snappy, short, effective copy. En dat is heel inspirerend om te doen. Jacqueline had een doen en gewoon doen. Ja, zeker. Ja, gesprek aangaan. Absoluut. Ja, helemaal mee eens. Gewoon, wees geen Japanner. Wat ik daar heb meegemaakt toen ik Engelse les daar ging geven, is dat ze zo ontzettend bescheiden zijn dat ze het niet meer in het Engels met je gaan praten, omdat ze bang zijn om fout te maken. Wees absoluut niet bang daarvoor. En try and dare to be creative, zeg ik ook altijd. Jacqueline? Ja, ik had nog een vraag over de volgorde. Want wat bij ons vaak gebeurt, is dat je in eerste instantie toch denkt dat je het zelf wel even kan vertalen. En dan ga je aan de gang en dan heb je een stuk en dan denk je, oh, nou, misschien toch net niet helemaal goed. En dan ga je het alsnog, nou ja, of inderdaad door een vertaalmachine doen of naar iemand sturen. Maar ja, dan zit je er al vaak in een soort spoor. Ja. Of zeg je, ja, dat je eigenlijk meteen, ja, wat is een goede volgorde om het ook zo goedkoop mogelijk te doen natuurlijk. Want we zijn ook allemaal... Nee, het is een goede vraag. Kijk, als vertaler en redacteur en een vertaalbureau zal natuurlijk altijd zeggen, weet je wel, stuur op en laat het ons vertalen. Maar ik verplaats me nu in jou. Dan zou ik zeggen, als je weinig budget hebt, dan kun je absoluut ook zelf proberen de tekst te schrijven. Geef dan ook gewoon de Nederlandse grondtekst mee. Geef ook gewoon die context mee, wat ik eerder heb gezegd. Geef opmerkingen. Heel vaak, wij krijgen heel veel werk over de schutting, zoals dat heet. Kijk, jullie verdiepen je nu in het onderwerp, hartstikke goed. Maar de meeste opdrachtgevers, die gooien het gewoon. They don't care, maar ze willen wel een fantastisch eindresultaat. Dat werkt niet. Dus als je het op die manier wilt doen, prima. Geef die context, schrijf die opmerkingen. Geef de Nederlandse grondtekst erbij en laat het dan editen. Want jij weet wel het best wat de inhoud is en wat je wilt bereiken. En wat je mooi vindt ook vooral. En vraag ook om suggesties, weet je. Want er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus vraag ook om meer input. Geef ook ruimte voor een feedbackronde. En dat kan ook snel, hè? Bij ons kan het binnen een paar dagen al afgerond zijn. En met één moment om even dat gesprek te voeren. Ik krijg regelmatig belletjes van, ja, hartstikke goede vertaling, maar die ene zin, hoe zou je dat ook nog anders kunnen? Prima. Maak gebruik van die ruimte. Ga niet gelijk mensen in een hoek drukken, maar maak er een gesprek van, zoals Michelle
thingy-majig die de Booker Prize won, die continu met de schrijver heen en weer heeft gecommuniceerd. Dat heb ik nog een vraagje ook, dat is ook echt zo'n Nederlandse uitdrukking, maar wij proberen in Jip en Janneke taal teksten te maken in het Nederlands. Ja, ja. Wat zou dan een goede, hoe zou je dat überhaupt in het Engels zeggen? En als we het dan even over Britse Engels zouden hebben, dat je dat ook mee kan geven aan een vertaler? Kijk, wij proberen altijd de juiste soort vertaler voor een bepaalde opdracht een goede match te maken. En een Jip en Janneke taal heb ik al gelijk iemand in mijn hoofd bij ons die gelooft in less is more. Hoe minder tekst, hoe beter. Dus je stuurt een tekst naar hem, als het geëdit moet worden, is alles rood. Weet je wel? Terwijl sommige vertalers schrijven dus ook meer als een heel flowery, heel uitgebreid. Dus je moet ook wel kijken, past deze type vertaler ook bij mijn tekst? Dat is, weet je wel, als je het heel begrijpelijk Engels wilt, en short en snappy en to the point, dat het echt gaat om duidelijke, heldere instructies, kijk of die vertaler daar geschikt voor is. Laat mensen ook gewoon samples doen, weet je wel? Wij geven ook vaak bijvoorbeeld twee verschillende samples van de ene vertaler naar de andere, dan zie je een totaal ander resultaat. Kijken wat het beste voor jouw tone of voice werkt. En wees ook helder in je instructies over wat je belangrijk vindt. Wij willen Jip en Janneke taal. Zodat er staat, en dan weet de vertaler ook waar die, hoe die moet werken. Dankjewel. Heel graag. Nog tijd voor één laatste vraag. Ik weet niet of iemand hem live wil stellen of in de chat. Wacht even af. Een vraag typen kan even duren. Ik zie niets verschijnen. Nou, dan... Stel ik de laatste vraag. Ik vond het een heel interessant stuk over transcreation. Inspirerend ook, denk ik, hoe dat kan werken. Miles, waar moet volgens jou een briefing in dit geval idealiter aan voldoen? Wat heb je allemaal nodig om een goede transcreation te kunnen maken? Ja, of goede transcreation of een goede copywriter, dacht ik. Ik had de tijd een beetje verkeerd ingeschat, want daar, ik was nog niet echt aan het copygedeelte toegekomen. Maar dat kan je wel nalezen en dan kan je zien hoe we dat soort kwesties oplossen. Er zijn wel twee verschillende dingen nog, maar een goede transcreation opdracht aan moet voldoen, heb ik eigenlijk ook wel genoemd. Zijn dus, geef zoveel mogelijk context en weet wat je wilt. Dus toen ik met Parool ging praten, toen ik daar langs ging, met de redacteuren daar. Als je zegt, ik wil mooi Engels. Ja, we willen allemaal mooi Engels, maar wat wil je? Precies. Wat vind je, dus dat eerder werd genoemd van kijk naar voorbeelden van de Engelse en Amerikaanse instellingen die op jou lijken. Die jou inspireren in het taalgebruik. Nou, zij zeiden, wat wij fantastisch vinden is Guardian. En dan gaven ze die en die hele specifieke vorm. Niet gewoon alles wat zij doen is goed. Nee, dit vinden wij mooi. Zoek dat eens op. Kijk eens gewoon naar wat je wil bereiken. Doe eens wat onderzoek. Gewoon een klein beetje van wat jij deelt. Om, als je daarmee kan beginnen. En dan weet een vertaler of degene die jouw werk gaat uitvoeren, wat ook vaak een collega kan zijn of iemand die Engels is, dan weet die persoon waar welke kant het op moet gaan. Als ze van, oh, dat toontje, dat stijltje. Dat is heel belangrijk. Dus voorbeelden uit de praktijk die goed werken. En dan ook, bijvoorbeeld, wij hebben heel lang al voor WeTransfer werk gedaan. Jullie kennen het programma wel. Die zeggen bijvoorbeeld, wij willen quirky taalgebruik, maar niet te. Het moet niet te jolig worden. Een klein beetje humor met een knipoog, maar ook weer niet te. En dan gaan ze ook gewoon concrete voorbeelden bij. Ja, dat is wat je wilt. Dus zo'n style guide of style gids hebben heel veel van onze opdrachtgevers. Natuurlijk, uitgeverijen hebben dat allemaal. Maar stel er eens eentje op en dat hoeft niet lang te duren. Het kan een one-pager zijn. Ik kan je daar ook je mag me altijd mailen om hier een vraag, om een voorbeeld. Volgens mij worden mijn contactgegevens gedeeld. En ik stuur het je gewoon op, no strings attached. Van hoe dat eruit ziet. Dat is echt heel erg handig, ook voor je eigen interne communicatie, om na te denken over van, wat wil je eigenlijk? Ja, ik wil mooie Engels, ja, zegt niet alles. Dus dat is denk ik heel belangrijk om mee te nemen. Ja, helder, dankjewel. We zijn door de tijd heen. Mocht je nog vragen bedenken, vanavond of de komende week, je kan ons altijd mailen, de hele zomer lang. Ik heb hier inderdaad
contactgegevens. Je mag mij ook altijd mailen. De slides krijg je toegestuurd, dus daar staat ook het e-mailadres van Miles op. Bedankt voor jullie aandacht allemaal en goede vragen. En Miles, bedankt voor je goede tips. Graag gedaan allemaal. Ook vanuit de chat, dankjewel en graag gedaan. En mail me of koffie kan ik ook altijd doen. Helemaal goed. Succes met vertalen iedereen en een hele fijne avond alvast. Hetzelfde, fijne avond. Doeg.